Breda Nu. Hoi, ik ben Sam en het is weer tijd voor het weekoverzicht. Afgelopen dinsdag 29 oktober vierden we in Breda dat we alweer 75 jaar kunnen genieten van de vrijheid. Die werd groots uitgepakt met een bezoek van koning Willem-Alexander en de Poolse president Duda. Op 29 oktober was het exact 75 jaar geleden dat de eerste Poolse panzerdivisie onder leiding van generaal Maciek het bezette Breda bevrijdde. Koning Willem-Alexander en president Duda van Polen en zijn vrouw waren te gast in Breda. Er werd een groot optreden gegeven door studenten van Fontes. Er was muziek, dans en een prachtig orkest. Ook was er een militaire parade met historische voertuigen. Zijn majesteit koning Willem-Alexander dankt in zijn speech de Polen, maar raakt ook de burgers van Breda in het hart met zijn warme woorden. President Duda, thank you very much indeed for coming to Breda on this historic day. Today, it is exactly 75 years ago that your compatriots liberated this city. Brave Polish lads, far from home, led by the great general Stanislaw Maciek. The city's oldest inhabitants still remember that day as if it were yesterday. They can still hear the shells exploding. They can still see the buildings set on fire by the occupying forces, the church steeples destroyed. They remember the fear they felt as they took cover in the shelters. But what they remember above all is the joy when the city was finally liberated, the tears of happiness, people dancing and singing in the streets, climbing on tanks, embracing the Polish soldiers. We honor our Polish liberators, and we're grateful that some of them are here in our midst today. Breda is alive and vibrant, a wonderful city, a free city, and that is thanks in a very large part to the Polish soldiers who risked and sometimes gave their lives for our freedom 75 years ago. Dziękujemy wam Polacy. Thank you, Paul. Thank you very, very much. Dominik Szyszewski en mijn opa Mietek, onze opa, hun overgrootopa, die heeft Breda bevrijd 75 jaar geleden. En daar zijn we heel erg trots op natuurlijk. Het geeft een goed gevoel om te zien de dankbaarheid. Ja. En ik weet van militairen die nu nog steeds dienen, waar ook in de wereld, dat ze dat ook zeer veel belang aan hechten. Ja, het was geweldig en het was een hele mooie uitvoering ook, ja, van de muziek en van de show die we hebben gekregen. Ja, en Willem-Alexander was er met de president van Polen. Ja, dat was wel heel indrukwekkend. En belangrijk is natuurlijk gewoon dat we de vrijheid vieren, dat we mogen zijn wie we zijn. En, dat we dankbaar moeten zijn voor wat zij voor ons over hebben gehad. Ja. Dat we nooit mogen vergeten dat de Poolse militairen voor onze vrijheid gestreden hebben. En dat we daarom hier in vrijheid kunnen leven. 75 jaar bevrijding, hè? Wij hebben het zelf de oorlog niet meegemaakt, maar we wouden het ook eigenlijk voelen eigenlijk hoe de sfeer was hier. En hoe was de sfeer? Heel goed, heel druk. Ja. Ontzettend veel mensen, zelfs jonge mensen, net als hier dit kind. Ja, dat vond ik ook wel geweldig, dat er toch ook heel de tijd bij is. Ja. En die vrijheid die we afgelopen dinsdag gevierd hebben, samen met koning Willem-Alexander en de Poolse president, die is natuurlijk niet vanzelfsprekend voor iedereen. En daarom vroeg onze verslaggever Willem aan de Bredanaar, wat betekent vrijheid voor jou? Wel, vrijheid voor mij betekent dan toch wel hier in Breda als Belg op mijn gemakje rondkuieren. Ja, ik denk dat dat wel voor mij betekent, want het is een heel leuke stad.
heel aangenaam vertoeven, vriendelijke mensen. En dat zijn zo van die elementen die samen toch wel voor een deel uw vrijheid bepalen. Dat je je niet hoeft te verstoppen, dat je je mening mag zeggen, dat iedereen mag zijn zoals die mag zijn. Nou, heel veel. Dat we kunnen doen wat we willen. Dat we kunnen zeggen wat we willen. Dat we eigenlijk keuzevrijheid hebben in alles wat we doen. Vrijheid betekent natuurlijk heel erg veel. Hè. Degene die het nog weet vanaf het verre verleden hè, dat er vrijheid niet was, kunnen pas echt goed beoordelen van welke vrijheid wij nu hebben. En als je het ook vergelijkt met andere landen, hè, kijk maar niet al te ver om je heen, wat er ook heel veel dingen gebeuren, dan realiseren we ons dat de vrijheid heel erg belangrijk is. Voor mij, dat ik hier zomaar rond kan lopen en geld uit kan geven. Voor mijn schoondochter. Ik heb voor mij momenteel betekent het vooral dat ik gewoon met mijn kinderen overal naartoe kan gaan wat ik wil. En mijn kinderen de dingen kan laten zien die ik, waar ik me goed bij voel. Of haar dingen laten ontdekken, meenemen, dingen meenemen. Naar plekken die voor mij belangrijk zijn, die ik interessant vind en haar dingen leren. Dat is voor, ja, ik denk dat. Betekent vrijheid voor mij dat ik... vrij kan zijn in wat ik denk en waar ik met mijn gedachten bij ben. En dat ik mijn kinderen kan oplaten groeien in een vrij land. Zonder dat ze belemmerd worden in al hun toekomstige dromen. Dat ik veel kan doen en laten wat ik wil. Dat zou vrijheid voor mij kunnen zijn. Vrijheid betekent ook dat je je mening kunt uitspreken over een aantal zaken. En ja... Vooral als je om je heen kijkt, als je naar andere landen kijkt, dat je toch een bepaald voorrecht hebt dat je mag leven waar wij op dit moment leven. En dat we ondanks het gemopper het niet zo slecht hebben in Nederland. Deze week is het weer tijd voor Halloween. Afgelopen zaterdag is dat al groots gevierd in Kesteren bij het buurthuis De Sleutel. Nou, dat beloofde voor één groot feest. 31 oktober is het weer Halloween en afgelopen zaterdag werd het alvast gevierd in het buurthuis De Sleutel met griezelige Halloweentocht en hele enge kostuums. Gaat het nog goed met jou? Ja. Is het met jou gebeurd? Dat is heel ingewikkeld. Ja. Ik zie het verband niet meer. Nee. Het ziet er niet goed uit, hoor. Ja, ik heb er geen last van. Ik heb er geen last van. Dat doet geen zeer, hoor. En laat eens zien hoe dat jij eruit ziet, want ik heb jou wel eens niet lopen. Hij hoort bij degene die dit allemaal mede georganiseerd heeft. Klopt, inderdaad, voor de 12e keer dit jaar. Ja, we zouden bij 10 jaar stoppen, maar helaas te veel enthousiasme. Dus ja, dan kan je het niet laten om te stoppen, inderdaad. Kunnen we eens even aanraken dan? Daar! Hé, hey, maar... Toch maak ik me een beetje zorgen. Heb jij niet iemand geraakt? Ik weet het niet. Zo zie ik een konijn en zo sta ik tegen de boom. Ja, maar er liggen allemaal ledematen in, joh. Ja, ik ben al aan het zoeken van wie het is. Maar... Te veel enthousiasme, wat bedoel je daarmee? 100 vrijwilligers doen mee, dus ja, dat is denk ik de eerste kwaliteit. En ja, de bezoekers, de bewoners die hier bij elkaar komen, alle nationaliteiten ook. Dus ja, gewoon geweldig. Wat ga je ermee doen met die hersens? Opeten. Opeten. Lekker hapje. Lekker hapje, ja. Gaat het? Wie zijn die hersens? Wij. Ja! Hey! De Houtmarkt is de nieuwe naam voor wat voorheen de Houtmarktpassage heette. Hier is een hele hoop veranderd en deze is speciaal geopend door onze eigen burgemeester Paul de Pla. We staan hier nu vandaag op die vernieuwde Houtmarkt. Wat kunnen de bezoekers hier gaan vinden?
Maar misschien, wat kunnen ze gaan vinden? Hè? Heel veel mensen in Breda kennen de oude Houtmarktpassage nog. Hè? Dat was een plek die steeds slechter wordt, was een beetje een negatieve spiraal was. Nou, we zijn begonnen, we hebben het dak eraf gehaald. Hè? Je ziet gewoon, in Nederland hebben wij is het klimaat vaak goed. En Nederlanders die lopen het liefst toch in de winkelstraten, niet buiten. Dus wij hebben gewoon weer een winkelstraat ervan gemaakt. Dus vandaar is het ook de Houtmarktpassage wat was, is nu de Houtmarkt geworden. Ja, maar wat proberen wij hier te doen? Hè? We maken hier een mooie mix van een beetje onderscheidende winkeliers, onderscheidende horeca die hier bij elkaar komt. Hè? En eigenlijk de zaken die misschien soms net niet op het A1 winkelgebied kunnen zitten, maar wel heel dicht daarbij willen zitten en die iets onderscheidends doen, die kunnen hier terecht. En daar zijn we ook heel kritisch in. Dus we zoeken echt de goede huurders bij elkaar die totaal een mooi totaalplaatje kunnen vormen en passen bij de sfeer die we hier willen creëren. De nieuwe Houtmarktpassage, eigenlijk de nieuwe Houtmarkt. Wat vindt u? Nou, hartstikke mooi. Je laat zien dat je als stad moet blijven vernieuwen om aantrekkelijk te blijven. En volgens mij is het hier prima gelukt. Een passage uit 78. Een totaal nieuwe uitstraling gekregen. Bij de tijd gebracht. Met bij de tijdse winkels. Met bij de tijdse patronen. Nou, volgens mij kunnen we als stad apetrots op zijn dat een aantal ondernemers hier het lef hebben getoond om deze passage op deze manier te vernieuwen. Dus en we willen eigenlijk gewoon laten zien. Hè. Kijk, het leuke is natuurlijk dat de Houtmarkt ervoor zorgt dat je vanaf de Molsparking op een veel prettige manier naar de Ginneke Straat en via de Halster naar de Grote Markt kunt komen. En we willen de mensen ook laten ervaren dat die looplijn, dat je op deze manier dus kunt lopen. En dat het eigenlijk veel prettiger is op die manier van het parkeerterrein naar de stad te gaan. Kortom, de leukste straat van Breda. We zeggen het leukste straatje. Hè. We zijn een gezellig leuk straatje. Dat is het leukste straatje van Breda. Nou, wat je ziet aan winkeltjes, mensen willen natuurlijk bijzondere winkeltjes hebben. En niet de standaard winkels die ze in elke stad tegenkomen. En als je nu naar deze passage kijkt, dan heb je hier de verschillende type winkels. Natuurlijk een aantal grote winkels die we overal van kennen. Maar een paar typische winkeltjes waar je denkt van, daar kom ik speciaal voor naar Breda. Daarvoor kom ik speciaal naar de Houtmarktpassage. Daarvoor ga ik niet achter mijn pc zitten om op internet te shoppen. Maar laat ik zien, moet ik echt naar Breda komen? Kom ik echt graag naar Breda? Kom ik echt ervoor zorgen dat die stad levend, bruisend en vitaal blijft? Dat was het weer voor deze week. Heel erg bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie weer volgende week. Joehoe! Breda Nu.